Welkom op de voorstelling van de Belgische studentenkortfilmcompetitie 2012. Een traditiegetrouw, een competitie voor alle studenten die een eindwerk gemaakt hebben of een film gemaakt hebben aan een van onze Belgische filmscholen. Het festival heeft een selectie gemaakt en vandaag stellen wij u 8 films voor. Ik wens u een aangename projectie en hoop u voor veel te mogen verwelkomen op het festival hier in Gent. Dank u wel. Kort per duur is mijn bachelorfilm aan het KASK en die gaat over Miller. Miller is een 16-jarige balletdanser die naar aanleiding van een buitenlandse competitie zich in een hotel bevindt. En de film speelt eigenlijk voornamelijk af na de competitie. En vertelt eigenlijk de avond van Miller, die eigenlijk alleen is. En die iemand tegenkomt die op de vlucht is voor de politie. En wat ik eigenlijk geprobeerd heb om te doen, is om een ontmoeting te creëren tussen twee personages die elkaar in de realiteit misschien niet zouden ontmoeten. En die allebei iets mee te geven aan die ontmoeting, waardoor dat ze eigenlijk allebei geen grote, maar wel een kleine evolutie doorgaan. Ik ben Jules Comes van Sint-Lucas. Ik ben net afgestudeerd aan masteropleiding. En ik sta hier op Gent met mijn kortfilm Dit is Ronald. En ik wil niet al te veel prijs geven over de film, dus dat is misschien al lastig om te veel uit de doek te doen. Ik wilde eigenlijk een film maken over iemand die met een probleem zit waar hij niet mee naar buiten kan. Dus het gaat over een man die in een isolement is geraakt. Doordat hij geen aansluiting meer heeft bij de buurt waar hij woont. En ik ga nu niet vertellen wat dat precies is. Want dat moeten jullie maar in de korte film zelf zien. Maar het gaat vooral, wat voor mogelijkheden heeft zo iemand? Kan hij hulp zoeken bij een bepaalde groep? En wat doet hij als hij ten einde raad is? Wat zullen we gaan doen? Dus mijn film is Kus me zachtjes. Het is een film die ik heb gemaakt in mijn master op de KASK nu. En dat vertelt eigenlijk het verhaal van een jongetje, die noemt Jasper. En Jasper is een beetje op zoek naar zijn plaatje in de maatschappij, zoals veel jongeren die niet goed weten waar ze naartoe moeten met zichzelf. Dus het is eigenlijk een beetje autobiografisch, een beetje een verhaal dat ik zelf heb meegemaakt. Maar ik heb het natuurlijk een beetje wel uitvergroot en zo, om er echt wel een kort film van te kunnen maken. En dus het verhaal is eigenlijk tot stand gekomen door eigen ervaringen en zo. Het is niet dat ik zelf mijn papa zijn concert of zo heb verkloterd te gaan werken. daar gaat het een beetje over. Het gaat eigenlijk over jongeren die gewoon niet goed weten dat ze moeten opgroeien. En ze proberen zelf een beetje uit te zoeken welke kanten ze moeten uitgaan. Vanmorgen vond ik ze niet meer. Ze was vertrokken, mijn hart deed zo zeer. Ach, wat maakt het uit, zolang ik mij maar amuseer. Want ware liefde, oh die.
vind ik wel weer. Kus mij zachtjes op mijn mond en kus mij tot de ochtendstond. En neem me mee de wereld rond en kus mij zachtjes op mijn mond. En kus mij zachtjes op mijn mond en kus mij tot de ochtendstond. Mijn film gaat over een 12-jarig meisje, Elle, gespeeld door Kimke de Sart. En het is zomer, het is warm, er is niets te doen. Ze verveelt daar eigenlijk, ze haalt zo wat kattenkwaad uit. Maar ondertussen komt eigenlijk langzaam de gebeurtenissen die voordien zijn gebeurd binnengedrongen in het huis. De realiteit komt boven water en ja, Kimke, of ja, Elle beseft dat de dingen niet meer gaan zijn zoals voordien. Mien. Hey, now don't go getting all mushy on me. Eindwerk van Sint-Lucas. Het is semi-autobiografisch, ik heb het zelf ook meegemaakt. Maar om dat te vertalen naar een film, dat was wat moeilijker. En er zijn een aantal punten die voor mij belangrijk waren om goed in de film weer te geven. Dat de personages echt overkwamen als Joodse getuigen, alsof ze dat zelf hebben meegemaakt. En daarvoor had ik een sterke cast nodig voor. Daar heb ik veel rondgekeken en gezocht. En ik ben bij Shield terechtgekomen. En om hem duidelijk te maken hoe die jongen of Thomas het hoofdpersonage moet spelen, dat was vrij moeilijk. Maar het is wel gelukt, vind ik. Hey, kom, laat zien dat je het durft. Dan komt er een broeder naar u en die pakt u vast in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik heb de kortfilm Chernobyl Heart gemaakt. Die gaat over het constant verleggen van de sociale politie die we kennen in onze samenleving. Voor mij was het eigenlijk een soort onderzoek naar hoe dat die ingeburgerd zijn in onze maatschappij en hoe ver dat je telkens kunt gaan om die te doorbreken. En dus heel de film is eigenlijk gebaseerd op acties en reacties van beide partijen. De prijs die te winnen valt is de Nationale Loterijprijs voor de beste Belgische studentenkortfilm. Een prijs van €2000 voor de regisseur van de film. En wordt bekendgemaakt komende woensdag, wanneer ook de competitieprijzen